Ajax zwingde. Ja. Ajax speelde als dealer. Dat Ajax, dat tikte maar raak en dat speelde voetbal wat we in jaren niet gezien hadden van Ajax. Hup, we moesten eventjes naar Amerika. Ja, we moeten eventjes op een trainingskamp, jetlag en hele kleren en zo. En woep, weg, als sneeuw voor de zon. Weg was heel dat mooie voetbal. En Ajax swingde niet meer. En nu zit Ajax in een rollercoaster. Nee, jongen, winnen, verliezen. Ja, ik bedoel, die achtbaan die kunnen ze op de Efteling nog niet eens bouwen. Zo erg is het. En er ontstaat er een negativiteit rond zo'n club. En iedereen wordt somber en niemand ziet het meer zitten. En toch denk ik, ja, het kan woensdag heus nog wel gebeuren. Jawel. Hey, kom op. Hey, en jullie spelers ook. Hè? Hey, kom op. Nee. Want ik zie helemaal geen lachende bekjes meer bij Ajax de laatste tijd. Nee, waar is de lol? Waar is het plezier in het spel wat jullie wel hadden voor de kerst? Denk daar nou eens even aan terug. Aan voor de kerst. Dat was jullie periode. De hele eerste seizoenhelft. Toen, dat swingende Ajax. Ik bedoel, die lol. Die moet je weer terug zien te vinden. Gewoon tikken weer op die training. Maak weer combinaties met elkaar. Maar trap geinen in de kleedkamer. Zo komt dat terug. Zo gaat dat. Ja. En dan zegt Matthijs de Ligt. Die zegt ja. Maar het is er niet meer. Het is even weg. Het is er nog steeds natuurlijk. Jullie kunnen dat nog steeds. Dat van voor de kerst. Dat hebben jullie nog steeds in je. Natuurlijk. Hey, Tadić, stop met irritant zijn. En Dorry van de Beek, laat die scheidsrechter gaan. Hey, ga gewoon, jullie Ajaxiden, ga nou gewoon doen waar je goed in bent. Gewoon lekker voetbal. Daar zijn jullie goed in. Nou, en dat moet je gewoon gaan doen. Concentreer je daar nou op de komende dagen. En ga dat nou tegen Real Madrid doen. En dan zal je zien. Hé, dan komt het goed.